Niettemin probeert de overheid het handsfree bellen in alle gevallen te stimuleren. En dat merkt ook de telecommarkt. Het is duidelijk merkbaar dat de overheid het probeert te stimuleren. Er is natuurlijk ook recent een proces geweest tegen iemand die door niet handsfree te bellen een ongeluk veroorzaakte. Daarnaast probeert de overheid met de campagnes, met borden langs de weg, de consumenten van bewust te maken dat handsfree bellen veiliger is. Niet alle mensen zijn zich ervan bewust dat handsfree bellen echt noodzakelijk is. Het is vrij gemakkelijk om toch even een telefoontje aan het oor te nemen. Alleen men heeft dan niet in de gaten hoeveel slingeringen men over de weg maakt. Misschien moet je het vergelijken met het dragen van een autogordel. Het is verplicht, alleen niet iedereen doet het. Ook het argument dat een car kit te duur zou zijn, gaat tegenwoordig niet meer op. Nou, voor mensen die dus niet zoveel in de auto zitten of eigenlijk een eenvoudigere oplossing uitstekend vinden, zijn er heel veel leuke producten op de markt. Plug and play, je prikt hem in de sigarettenaansteker, in een toestel en je kunt handsfree bellen.